We zijn hier op project Sluishuis. Het is een project waar we 4 jaar geleden mee zijn gestart in de ontwikkeling en het advies voor de materialisatie. Uiteindelijk is hier gekozen voor een doeklasgevel en vlonder vanwege zijn rustieke eigenschappen. Wat er ook mee te maken heeft, is het komt uit het Zwarte Woud. Dat is niet zo heel ver hier vandaan. En met oog op het milieu is dat, wordt steeds belangrijker tegenwoordig. Het is ook hout wat onder een keurmerk wordt geleverd. Er zit een PEFC-keurmerk op. Dat is goed bosbeleid. Iedere boom die gekapt wordt, komen er 2 terug. Wij zijn in 1995 begonnen met timmerwerk. We hebben ons in de laatste jaren gespecialiseerd in houten gevels. Van die 2600 vierkante meter gevel die wij hebben uitgevoerd, is circa 1600 vierkante meter uitgevoerd met de Borg Fasafix gevelschroef. We hebben gekozen voor Borg Fasafix vanwege de mogelijkheid om een isolatielaag ononderbroken aan te brengen. Dit geeft een voordeel in de RC-waarde. De Borg gevelschroef hebben wij speciaal ontwikkeld om een afstand te creëren en een vrij dragend houten structuur te kunnen plaatsen. Wat we doen is eerst de isolatie plaatsen, waardoor je een vrije isolatieschil krijgt. Het systeem wordt geplaatst, de ventilatie blijft hierin gewaarborgd. En je hebt een optimale isolatiewaarde van je gevel.